Welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Limbo Quiz. Vorige week waren wij bij Klaasvaak. Maar laat even één ding duidelijk zijn. Wij Limburgers zijn de grondleggers van heel Nederland. Dit prototype Limburger vindt zichzelf heel goed. Hij 53 puntjes, maar steekt helaas onderaan. Meest zeggen allemaal, heb zich de macht. Is dat lied van Peppi of van Bach? Geen BNL weet wat op hem wacht in de groene Limbo. Spikey, maar je gaat van naar de broertjes Jussen. Kijk dat zijn ze, kijk hier. Kijk toch toe. Ja, ruik maar een straal. Ik denk ook dat wat druk zijn. Maar we gaan dus morgen een spelletje met ze spelen in Hilversum. Wat voor helemaal in Hilversum, dus we gaan nog slapen, maar jong. Goeienacht. Papi in het zoer, mijn god! Ik ben te laat! Kom jong, je de kant zit. Je hebt helemaal goed komen. Ja, ja. Gewoon. Heb ik de bus gemist? Hij moet nog Hilversum gewoon met de broodjes Jussen. De bus gemist, stomme violen. Ja, gek van, hè? Wat gek van. Wat gaan we nu doen? Live verbinding. Oké, microfoon erbij. Dankjewel. We gaan proberen een live verbinding te maken. Test 12976. Hallo? Test 12976. Ja, we zijn live. Nou, ik ben Dwayne Holbach van de Limbo Quiz, jongens. En we hebben de bus gemist. Dus wat gaan we doen? We gaan het live doen. We gaan via een live verbinding gaan we met u het spel spelen. Laten we meteen beginnen, want ik ben opgericht. Daar gaan we, hè? Nou, jij mag je even gaan voorstellen aan de kijkers toe. En dat mag je doen door drie karaktereigenschappen van elkaar te gaan nummen. Nou, dit is hij, Lucas. Dit is hij, Arthur. Dit is de uitse van de twee. Nou, ik denk dat Stieg wel over het algemeen zeker van een zaak is. Dan denk ik ook dat ze altijd rustig blijft onder alle omstandigheden. Klopt, ik denk een beetje in het verlengde. Die is heel erg heel gedisciplineerd. Die is een helle werker. Die is een beetje ijdel. Dat is ze. Dat is nummer 2. Ja. Die is modieus. Dat heeft ook een beetje met ijdel te maken, toch? Nee. Ja, maar... Dus dat wist hij ook wel. Modieus wist hij ook wel. Nou, okay. Die is er altijd wel doet. Lekker heen me kan, lekker breekje. Schoen. Het is cool, man. Het is cool. Lucas, je mag gewoon beginnen met het werkwoord hubben helemaal op te schrijven. Oh, maar er zit volgens mij ook heel veel accent in het... Ja. Oeh. I-hub. Die hubs. Ja, de kinderen. We zien het in Duitsland, hè. Jongens, een omlootje erop, de wet zelf. Ja, ik gewoon fonetisch. Geer. Hup. Zie. Hebben. En voor de 8 uur, don't forget simpeler, hè. 1 tot en met 10. De N even gordel. Die mistreekteneren die doen gekke dingen. Nee, geen N. Oh nee, bij 7 ook geen N. 8. Nee, 7 geen N. Streep die N eruit. Dat was een lastige opdracht. Nou jongens, ik heb een verrassing. Ik heb geen punten verdiend, want de tellen niet met. Ach, shit. Oh. Ik vond dat best. Oké. 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 Nog over naar het leesplankje. Daar kent je wel punten met verdienen, jongens. Dat gewoon voldoen door een paar afbeeldingen te pakken en dan goed je dat onderschrijven. Dat weet je wel, die opdracht, hè? Je kijkt toch ook gekker week, hè? De linker weet ik al. Dat is een shoggel. Ja, zeker, kijk. Oeh, maar Lucas, wie schrijft de shoggel? S-J of S-C-H? Ja, S-J. Shoggel en dan 2 G's? Wacht, ik dan even... Ja, nee, dat is een pop, kijk. Nee, jong. Een pop? Het is een pop. Ja, tuut. Tuut, friet. Ja, wat heb je allemaal mee, kijk? Tuut. Dat wist ik ook al. Jongens, stuurt altijd terug, maar als je kiest de helse bevallingen. Oké, tuut. Een tijsje. Nee, dat is vals.
Wat, waarom heb je alle les hier? Schrijf Q's op. K-U-U-S-J. Waarom deed jij die taf? Nee. Lodge? Niks op de O? Ja, volgens mij omloten ook. Niks op de O? Lodge. Ladder. Ladder. Krant. De gezet. Ja, maar die gaan we allemaal meekrijgen. Kijk nu wat ik heb, jongen. Is dat met accent dingen of nee? Kooi. Een kooi, wie schrijft kooi? Trekauto. Weet je zeker dat het wagen is? Volgens mij niet nog. Trekauto. Trek. Sorry, oma bij wagen. Oh, Lucas. Wat nog 10 seconden. Schrijf die tas. Schrijf mijn tas op. Dat is een instinker. Tas. En hè? Stop de tiet. Ja. Hier heb 4 van de 10 punten verdiend, jongens. Dat vind je allemaal. 4 voor 10? Oké, prima. Dat is toch 40%. Ik accepteer het. Vrouwen eigenlijk op 8 gezeten, maar... Voor gewoon de volgende opdracht, cultuurbarbaar of cultuurliefhebber. En in die opdracht moet je kiezen een voorwerp, normaal eten, maar dat moet je voor je echt niet doen, anders is het zo op. Dus je kiest een voorwerp en dan mag je zoveel mogelijk gewoon zeggen wat je erover weet. Dank je. Ja, welke vlag is dat eigenlijk? Cameroen, hè. Ghana of zo. Ja, nou, het is Moswief. Moswief, Friedhof, carnaval. Ja, is dat toch geen carnaval is, dat weet ik je toch ook nog niet, hè. André Rieu. Nee. Mustreek. Groente. Oké. Gert Goord, kom op. Frikandellen. Pieboes. Spinazie. Kuhl. Beer. Café Mustreek. Moeilijk. En nu gaan we meteen door naar de volgende opdracht, pluitjes raaien. En met die opdracht kan je dadelijk een paar nummers huren. Normaal doen we het met gitaar, maar dat gaan we vandaag niet doen. Hè? Dat geeft moeilijk. En dan mocht je gewoon raden wat de titel en de artiesten zijn. We gaan nu beginnen. Beppie Kral. Oh ja, de Harry. Ja, ik dacht Beppie, maar goed. Ja, je moet wel zingen. Als ik in zang ben. Ben niet Neeman. Solo. Nee, maar dat weet ik. Dat is, is dat Beppie? Nou jongens, jure is op voor Beppie, hè. Over zo'n vrouw is toch geen grappen maken? We stonden nog immer hier met Lex Uiting. Niet dat je denkt, wat is Beppie afgevallen, maar dit is Lex Uiting. Even inhouden, we zien op camera. Oh, sorry. Ja. Drie jongens, zien van drie. Beppie. Ik heb maar één iemand zeggen. Beppie Kraf? Jongens, jongen, hoe op over Beppie? Hè? Beppie is zo gezellig, zo romantisch. Wil je nog een hapje proeven? Ja, lekker. Weet je gemaakt? Die hebben we gemaakt. Oh, ja. Lekker. Een beetje romantisch, hè, Beppie? Geweldig vind ik het. Ach, ga ze op die lolly naar aan. Ja. Pumoke, het heet Pumoke. Van? Nu nog de zanger. Beppie Kraal. Nee, dat is Beppie. Nee, dat is Beppie. Is dat Chantal Jansen of nee? Chantal Jansen. Waarom Beppie Kraal? Dit is Robin Hezen. Nee, jongen. Zeker. Dit is Robin Hezen. Chantal Jansen. Ja, dat weet Tarzan. Ik wel. Tarzan? Papa. Nee, wacht. Ja, Arthur, het is wel echt een toch een slagveld, hè? Ja. Het viel mee met. Beppie, er zullen toch nog een paar pinkjes. Ja. Nou, grap, je hebt met een getalletje 6. Alweer 6 punten. De volgende keer beter, hè? Die kinderen doen. Ik heb het gewonnen, toch? We gaan naar de volgende opdracht. Hi, de kopterbie. En dat is een nieuwe opdracht. Hier krijg je meteen een vragenvuur van mij. En dan ben ik goed in hier. Dan ik bij de mama ook altijd. En dan kies je die vragen, maar je mag geen ja, nee of zeggen. Hey, nog over meteen beginnen. Wanneer ging het mis? In 1996. Op 28 september 1996 in Hilversum. Ik ben geloven. Ja. Oké. Mijn broer is...
3,5 jaar Ida geboren. Hier zit Heulanders, Hemmiger spreekt toch dialect. Wie kent dat nu door in Hilversum? Mijn ouders die zien beide... Wie doet dat? Zeg het? Ik ben even het gaan niet door. Jongens, wat heb je voor de laatste keer gedaan met je remage wordt? Ik denk toen we in Café Chic gingen eten met de ganse familie. Wat had je gegeten door? Hé hey Lucky, ik vlieg de ganse wereld rond met optreden. Maar wie combineert ze dat met Sjoel? Dank jij daar ook best mee, gelijk. Mijn Sjoel is op dit moment piano spelen. Klopt het, dat is dus vloeiende Spanjone spreken. Hola, ¿qué tal? ¿Quieres tomar una cerveza conmigo? Por favor. Vloeiend niet, maar ik kom goed op mijn werk, ja. Nou, met u kan ik alle al dat vingerwerk. Hè? Moet je er heel vet voor zijn? Als er dan al 10 kilometer is rennen, ja. Dat was heel stom. Dat was echt heel stom. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Maar dat is goed. Daarna heb ze wel conditie nodig. Maar puur piano te spelen, heb ze niet zoveel conditie nodig. Ben je nooit nerveus voor een optreden? Gans relaxed, best natuurlijk niet. Dat is altijd wel gek gezonde spanning. Maar voor hoeven niet echte oefeningen te doen. Of in ieder geval wat of rituelen. Of dat soort dingen. En jong, speelt ze ook wel eens alleen? Op de piano? Natuurlijk. En tijdens optredens? Och, van wisselen dag. En wat is die het liefste? Ik denk dat van niet. En Link hebben we wel echt leuk te vinden. We houden heel erg van hem samen te spelen en ook hem alleen te spelen. Zeg jong, wat je zegt voor over 90 gewoon naar de frituur? Ik denk nasi. Is dat je lievelingsgerecht? Nee, dag. Of gewoon goed eten of spelen maakt niet uit. Laat het er in ieder geval smaken. Dank. En nu komen wij bij de grote finale. In de grote finale geef je een minuut de tijd om te vertellen aan die kikkerkes in de camera waarom dat je het beste ziet en waarom je dan iets op punten moet krijgen. Dat gaan we nu doen. En de minuut geeft, even wachten, tromroffel even erin monteren nu. Hoppakee, tromroffel. En nu in. Ik vind eigenlijk dat weer het meeste recht hebben op de prijs voor beste dialect sprekende Nederlanders, want veel woenen in Hilversum. Geboren in Hilversum. En we zien in staat een carnavalsliedjes te zingen in niet één, maar twee dialecten. Dus we gaan eerst een nummer doen, moet ook geen introductie behoeft. In het Maastricht. En meteen daarna, gewoon zonder pauze, gewoon voor een nummer doen in het Valserplaat. Klassement kijken. Nou broertjes Jussen, je hebt 52 puntjes verdiend, je stoot helemaal onderaan. Je mag je de appel van de rom schamen. Ba ba ba. Dat valt niet zo goed door te zeggen. Het is een wanprestatie. Hij zegt dat zo druk, ik bedoel weer. Moeizaam. Ja. Voordat vanaf het begin. Dat ik kan niet in mijn ritme. En ik denk dat... Als ze van begin af aan niet in zo gaat zitten, dan is het toch lastig om later nog erin te komen. Dus ja, ik denk dat we van begin af al vooral verloren toen we op de hoogste. Maak je de beste winnen. Een bappie. Ja, bedankt. Bedankt dat je er wordt. Oké. Nou, ik koos niet naar Hilversum gewoon omdat ik de bus gemeen zei, dus nou, maakt niet goed. We gaan afsluiten en ik hoop je volgende keer terug te zien en dan zien we wel hopelijk binnen. Dat is ijskoud heen. Leef het slijmige langs de bakken en neder mee door de uitzending. Like dan onze Facebook en abonneer ons op YouTube.